Een saluut. Ik zit hier op Koningsstraat, Den Haag. Zo, ik ga net een winkel binnen, jongen. Waar ik altijd ga. En nu zegt ze, ja, het is verplicht mondkapje. Ik zeg tegen die gast. Waarom? Ik zeg, ja, ik heb op nieuws gezien. Het gaat elke dag mensen dood meer aan de corona. Ik zeg, ja. Klopt. Dat wordt gezegd, ja. Weet je hoeveel mensen er elke dag doodgaan aan de honger? Er gaan sowieso meer mensen dood aan honger. Elke dag dan sowieso mensen doodgaan aan corona. Klaar, dat is gewoon een uitdaging. Ik daag iedereen uit om te zeggen dat ik een gelijkheid erin. Ga weg, man. Niet omdat het dichtbij is. Mensen voelen gewoon een soort van fear of loss. Mensen voelen eens dat alles wat ze hebben opgebouwd in één keer weg kan zijn. Dat ze nog dat ze eens besef krijgen van dat ze doodgaan. Raak ze in paniek. Show de meter op, man. Elke dag gaan de mensen dood in de honger. Elke dag worden er kinderen gewoon misbruikt, verkracht, weet ik veel allemaal. Dan doodgaan aan corona. Elke dag weet ik veel oorlog. Weet ik veel Palestina. Al dat soort dingen. Al jaren, ik weet niet beter. En nu ineens omdat het ineens dichtbij komt. Bij de zogenaamde brave burger. En show de meter op, man. Niemand moet die shit, zolang het niet verplicht is, niet verplicht, man. Ze zeggen van, ze adviseren het. Ze adviseren het, ja. Oké, nou volg jij je advies. Zodra het verplicht is, kijken we wel wat op. Misschien kijken we wel wat op. Misschien koop ik een gasmasker of zo. Weet je? Hé, serieus, man. Niemand moet me komen lullen, gek. Ik ben in mijn hoofd, is al een beetje fire nu, hè. Wat die man fokken heeft laatst gedaan, ik ben niet vergeten, weet je. Hij gaat me sowieso moeten betalen, begrijp je? Hij gaat me sowieso moeten betalen, klaar, weet je. Want hij heeft ook mijn geld weggegooid. Zonder na te denken heeft hij gewoon mijn geld weggegooid in een tas. Salut.